En met de Iwisprijs Suriname willen het Directoraat Cultuur en de Nederlandse Taalunie ervoor zorgen dat de schrijfkunst in Suriname wordt gestimuleerd, aangemoedigd en gewaardeerd. Dit zei Helen Chang, lid van de Nederlandse Taalunie vandaag, bij de launch van de Iwisprijs. De Iwisprijs Suriname is een literatuurprijs voor Surinamers die creatief omgaan met teksten in een Surinaamse taal in verschillende genres. Chang is van mening dat de leescultuur in Suriname moet worden aangewakkerd. En lezen is een probleem in Suriname. We hebben geen leescultuur. Ja? Het komt natuurlijk ook vanwege omstandigheden, financiële omstandigheden. Boeken zijn duur. Ja? We hebben andere prioriteiten hier. Maar desalniettemin, als ik gewoon kijk naar de polyklinieken, als ik naar de polis kijk bij het academisch ziekenhuis. Mensen zitten maar te zitten, apathisch, of ze zitten op hun telefoon bezig te zijn. Maar niemand leest. Of je zit een enkeling een krant lezen. Ja? Terwijl als je in Nederland bent en je zit in de trein, dan zie je iedereen een boek pakken. Mensen lezen. Wij hebben dus de leescultuur niet. Dus wat hebben wij aan een prijs voor een boek alleen? Waar gaat de belangstelling van onze jongeren naar uit? De belangstelling gaat vooral uit naar muziek, naar dans. Chang zegt verder dat de eerste versie van de Iwisprijs toegankelijk is voor alle categorieën van schrijfkunsten. De bedoeling is dat de Nederlandse Taalunie middels het pilotproject wil kijken wat er aan inzendingen binnenkomt. De Iwisprijs is eigenlijk ontstaan, is eigenlijk een idee geweest van alle eer aan Alida Neslo. Ja? De naamgeving komt ook van Alida. En we zijn echt al vanaf 2018 zijn we aan het brainstormen, aan het praten, aan het nadenken, aan het aanpassen, aan het corrigeren. Om te komen waar we nu zijn. Ja? De Taalunie gaf vroeger geld uit aan een literatuurproject. En dat project heette de Inktaap. Bij de Inktaap werden boeken gelezen door middelbare scholieren in Nederland, Vlaanderen, Curaçao en Suriname. En in Suriname ging het dan om HAVO, VWO en de pedagogische instituten. En sommige IMIAO's deden zelfs mee, hoewel ze geen boeken lezen op het IMIAO. Ja, maar ze waren ook enthousiast om mee te doen. De hoofdprijs voor de Iwisprijs voor dit jaar is 1000 euro. De uiterlijke inzenddatum is 30 juni 2022. En ieder mag meedoen. Ook is er voor de eerste keer geen thema gekoppeld aan het project. Chang zegt dat er inzendingen in alle talen zullen worden geaccepteerd.